Ah, ja. Kat in mijn kont. Ik ben al zo hier. Ik denk zo toch. Hey. Hey. Welkom. We zijn bij de dierenambulance. Yes. Dat gaan we doen. Naar de kattenkamers. Let's go. Ik ben via hier terechtgekomen. Ik kende iemand die hier werkte. En die liet weten dat ze mensen nodig hadden. En ik had er tijd voor. Dus, en ik vond het heel erg leuk om te doen. En dat heb ik een tijdje lang 2 dagen in de week gedaan. Het gebeurde eigenlijk een beetje toen Trump werd verkozen. Toen dacht ik, dit is wat er gebeurt als je niks doet. Dan moeten we nu echt wat gaan doen. Dus toen, ik was wel lid van de Partij voor de Dieren. Maar ik was niet heel erg actief. Dus toen ben ik gaan flyeren voor de Tweede Kamerverkiezingen. En toen ben ik eigenlijk redelijk snel daarin gerold. Want toen werd ik actief bij de werkgroep, zeg maar, de vrijwilligers. Om wat acties te doen en dat soort dingen. Toen ging ik de fractie in Den Haag ondersteunen. En toen werd ik eigenlijk voor de gemeenteraadsverkiezingen gevraagd om op de lijst te komen staan. En zo ging dat. En ben je altijd een dierenvriend geweest? Ja. Ja, echt van kind af aan al, ja. Nou, dus opgegroeid met veel huisdieren, of hoe moet ik het zien? Het viel wel mee. We kregen op een gegeven moment een konijn. En toen ik een jaar of 10 was, denk ik, kregen we een hond. Maar niet echt heel veel dieren. Maar ik was zelf wel altijd erg gek op dieren. En ik had zo'n abonnement op zo'n tijdschriftje en zo. En al heel vroeg vegetariër geworden en dat soort dingen. Dus ik was er wel vroeg mee bezig. Je hebt dieren geholpen, je bent veganist. Je practice heel erg wat je preacht, om het zo maar te zeggen. Kom je in het dagelijks leven nu wel eens in de knel met die principes? Nee, eigenlijk niet. Mensen vragen dat wel eens vaker inderdaad. Van, oh, is het niet moeilijk om vegan te eten of om geen auto te rijden en niet te vliegen en dat soort dingen. Maar het voelt voor mij niet echt alsof ik iets opgeef. Ik wil die dingen gewoon niet meer, omdat het voelt ook niet goed. Dus het is nooit moeilijk om iets niet te doen wat toch al niet goed voelt. Ik ben blij met mijn keuzes en ik heb een heel leuk leven. Dus ik heb er echt helemaal geen problemen mee om me aan mijn principes te houden. Wat is het verschil tussen Leonie de activist en Leonie de politicus? Dat is wel leuk bij de Partij voor de Dieren. Daar hoeft niet heel veel verschil tussen te zitten. We zijn wel een hele activistische partij. We gaan ook echt nog wel lekker de straat op en meedoen met demonstraties organiseren. Dus ik stond een paar maanden geleden ook gewoon nog met mijn trommel door de straten van Den Haag te scanderen voor het klimaat. En dat kunnen we prima combineren, dus dat is wel heel leuk. We zitten hier tussen de schattige katjes. Maar als metal fan heb je ook een rauwe kant. Is dat voor jou dan de uitlaatklep? Het is zeker een uitlaatklep, maar metal kan een heel kalmerend effect hebben. Heel veel metal gaat inhoudelijk gezien ook over dingen die ik belangrijk vind. Bijvoorbeeld bands die zich heel erg bezighouden met maatschappelijke kwesties of met de staat van de wereld en dat soort dingen. En of hele diepe filosofische teksten hebben en dat vind ik heel mooi.